Leuk dat je weer kijkt. Ja, een hele andere setting ineens met deze achtergrond, zoals je ziet. In deze video ga ik je uitleggen hoe je het beste je virtuele munten op kan slaan. Ik laat je drie opties zien. Een veilige, een iets minder veilige en een superveilige optie. Dus laten we snel gaan beginnen. De gemakkelijkste manier om je virtuele munten op te slaan is in een online wallet. In de cloud dus, bij een externe partij. Zeker als je niet al te veel bitcoins hebt of andere muntjes, dan is dat een prima optie. Ik zelf gebruik bijvoorbeeld blockchain.info, wat trouwens niet per se een aanbeveling is. Het was heel gemakkelijk op te zetten en het fijne is ook dat je via datzelfde platform ook gewoon muntjes kan kopen en verkopen. Niet altijd tegen de beste prijs trouwens. Een nadeel van zo'n online wallet is wel dat die gehackt kan worden. Enerzijds doordat ze bijvoorbeeld achter jouw inloggegevens komen en daarmee inloggen. Anderzijds doordat heel het platform wordt gehackt. Bijvoorbeeld de server wordt leeggehaald met alle gegevens erop. Ja, dan ben je dus al je geld kwijt. Zorg er op zijn minst voor dat als je van zo'n online wallet gebruik maakt, dat je je tweestapsverificatie aan hebt staan, zodat je alleen kunt inloggen met een extra code die je bijvoorbeeld krijgt via sms. Dan de tweede methode. Die is iets veiliger dan de online wallet. Dat is namelijk een offline wallet. Hij staat op je computer, maar is niet per se altijd verbonden met het internet. Zo'n offline wallet is eigenlijk gewoon een programmaatje dat draait op je laptop, desktop of smartphone. Ik heb mijn bijna halve Monero in zo'n offline wallet staan. Het nadeel is natuurlijk wel dat als je laptop crasht of je raakt je smartphone kwijt, dat je ook je geld kwijt bent. En er schijnen zelfs virussen te zijn die jouw offline wallet kunnen plunderen. Maar toch, het is iets veiliger dan die online opslag. En dan de meest veilige optie, tenminste als je een beetje zuinig bent op je spullen en ze niet vaak verliest. Namelijk een hardware wallet. Een soort van omgebouwde USB-stick waar je je virtuele munten opzet. Ze zijn er vanaf zo'n 50 euro. Je kunt hier dus verschillende munten opzetten in verschillende portemonnees. En de enige reden waarom je deze zou willen aansluiten op je computer is als je de nieuwe munten op wil zetten of eraf wil halen. Verder bewaar je deze het beste los van je computer, offline, in een kluis, zodat je je muntjes nooit kwijtraakt. Dat was hem alweer voor deze week. Hij was wat korter en beknopter dan normaal gesproken. Laat me even weten in de comments of je dat fijn vindt of niet. Of dat je juist graag langere video's ziet. Wil je meer informatie hebben over het opslaan van je cryptocurrencies? Ik zet hier onder deze video een link naar een artikel waar het nog eens een keer uitgebreid wordt uitgelegd. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog en tot de volgende. Nee, wacht even, Monero doet het moeilijk. Minder? Waarom zeg ik dit nou? Raar zeg. Goed. De hardware wallet. Oeh, laat het bijna vallen. Dat ging ik al bijna. Nee, nog een keer.